Dat is hier zo mooi. Leuk, hè? Very pretty. Omdat mijn haar dus effectief wat groen is uitgeslagen, waar Rana Hair mij zeker voor gewaarschuwd had. Al sinds, we gaan er nu tomatenketchup op doen. Raf, ben jij mijn assistente vandaag? Ja, ik moet wel nog skypen met mijn daddy. Oké, iets meer afstand. Dus, ik ga mijn haar rood maken. Met tomatenketchup. Dat is echt heel vuil. Oh my god. Zie vooral dat je een assistent hebt, zoals Rafaela, die jou kan zeggen waar je nog groen haar hebt en waar niet. Dat vind je daar boven niet. En dat? Diep in de zee. En dan moet je vooral het 10 minuten laten intrekken en dan afspoelen. Dank u voor het kijken naar deze tutorial. Goedemorgen, het is vandaag welke dag?
Tintwerk. En wij zijn nu aan het uitchecken uit de hostel en we gaan naar Le Mangan. Heb ik het juist? Ja. En dit is de hostel. Ah ja, shit, ik heb geen foto van de hostel getrokken. Maar dus, Costa hostel. En dat is echt top. Oh, ik ga hier voor de natural glow, hè. Alles dat je ziet is geen schmink, maar ik ben echt gewoon zo hard aan het blinken. Het is hier zo warm. Scootertjes gehuurd. Nee, we hebben juist opgezocht voor hier te eten. Valt wel mee, maar er zijn echt zo op 5 minuten verder veel betere. Dus daarom gaan we naar daar wandelen. Maar we gaan onze scooter hier laten. En dat is de update voor nu. Zeg het. 15 euro per persoon per maand. Look at this. Like a view from the pool. On the pool. Daddy Betty. Hi cutie, Daddy Betty. Daddy Betty, you're so cutie. Yeah, we hugged already, eh? Didn't we? Didn't we already hug? Didn't we already hug? Yes, we did. Can I take a cold bottle? Yes. And what did you say about me? Yeah? What did you say about me? You are pretty. No, I was funny! Maar oké, je kunt het niet zien, dat is hier is het toiletje. En je zit dus op het toiletje.
te kijken naar de sterren, maar ja, ik kan de sterren niet vastleggen, want er zijn er echt heel veel. Ah, jawel, je ziet er toch een paar. Ah, oh, het is jammer dat ik het niet kan vastleggen, maar ja. Everyone is so happy to go on the scooters again. And it rained like, I don't know like what, but it's a very bumpy road, so... Penida en ik zou zeker aanraden, oh mijn haar is er echt laat uit. Ik zou zeker aanraden om niet met scooters te gaan, want het zijn hier echt heel gevaarlijke wegjes. En zelfs met een auto is het echt dangerous. Dus als je dit eiland doet, doe het dan zeker met een driver. En we hebben 600.000 betaald, dus dat is iets van 36 euro. Op zich wel. Wat? Niet? 36? Nee, zot. 600 euro, daar heb ik echt niet bij. Het is niet zo goed weer vandaag. It's really foggy en ja, we kunnen niet echt heel ver zien. Dus het uitzicht is wel minder mooi nu. Watch out, selfie. Ik heb al super veel stappen gezet, jongens. Nou, we kunnen het niet zien, maar dat is dus niet waar. Dat is gewoon van de boebels de hele tijd zo in de auto en gisteren van op de scooter. Dus ik zit nu al aan 10.730. Dus als je een stappenteller hebt, ga gewoon op een scooterritje in Bali of een autoritje. En je haalt je stappen. Tip van de dag. Crystal Beach geweest. En ze is nog altijd in de bubbly car. Bumpy car. En wacht, wat ga je zeggen? Ik heb gesnorkeld en waren. Oh, dat is wat zeg. En waren die niet? Maar ik wou niet. Ik wou een ditje doen op het strand. En dat heb ik ook gedaan. Maar er was ook heel veel in het water. Geen plastic gebruiken, jongens. Dat doen wij ook niet. Ja, of toch niet wegsmeten. Zet in haar boeken. Ah, natuurlijk. Ik ben een goede meisje. Ik ben dus ongelooflijk hard verbrand, maar wacht, ik ga even proberen tonen. Ja, je ziet dus hier de lijn. En hier ook, zie je? En ik ben echt gewoon overal fucking red. Mijn voeten zijn ook keirood. Ah, oh, het is zoveel pijn.
Oh, wacht. En hier ook. Zie je al die vlekken? Shit, maat. Zo schraal. Echt lelijk. Dit is trouwens een keigoed boek voor Bali. Tips. Het staat helemaal vol tips. Aanrader. So I get a happy Valentine's Day. Vinden wij een grappig grapje? Heb ik een foutje gemaakt? Toon het is toch nu grappige stories. Waar iedereen mijn grappige story. Ah ja. Like what did you say? Laurentien vindt het normaal dat er foto's gepost worden waar ik in getagd word. En dat zijn ik niet. Sorry. Alle bloggers zijn leugenaars. Jongen, ik was gewoon verkeerd van persoon. Ik heb het bedje toegedaan zodat er geen muitjes binnenkomen. Like a real lovers. Only the girl who is waiting for me is like not so happy with me.